Ruud Vormer, je trainer zegt net, een gelijkspel was misschien wel verdiend geweest. Hoe heb jij die ongelooflijk bizarre slotfase beleefd? Ja, het is bizar, denk ik. Het was een gekhuis op een gegeven moment. We kregen 4 corners tegen. En het was gewoon wegschieten die bal op een gegeven moment. En dan Erwin pakt een fantastische bal. Eentje op de paal. Ja, Veldhuizen dicht bij de gelijkmaker. Ja, ook nog. Ja, dus het was echt gekhuis. Maar vorig seizoen wonnen zij in de laatste minuut hier. Ja, nu wij. En inpakken en lekker naar Rotterdam. Waarom lukte het niet om onder die druk uit te komen in die tweede helft? Eigenlijk was die druk er eigenlijk die hele tweede helft wel. Op een momentje met Pellena. Ja, we hebben nog wel kans gehad op 0-3. Maar zij gaan ook optimistisch spelen natuurlijk. Ze gaan alleen maar pompen. En ze op een gegeven moment 4 middenvelders en wij met z'n drieën. Op een gegeven moment was dat wel lastig. En ja, dan krijgen zij kansen, maar dat is logisch. Maar ik denk als wij gewoon als eerste helft spelen, dan tikken ze helemaal weg. Dat was fantastisch effectief vooral, hè? Ja, zeker. Maar ik denk ook positiespel dat heel, heel goed liep. Alleen jammer dat we dat niet in de tweede helft doen, maar wel lekker gewonnen. Ja, belangrijk, hè? Want jullie pakten weliswaar 13 punten uit de laatste 5 duels. Maar mensen zeiden wel een beetje terecht. Vitesse uit is pas echt een test. Ja, en nu hebben we een keer uitgewonnen. En nu moeten we de lijn doortrekken. Nu weekend vrij. En dan go ahead uit. Ja, die moet je ook winnen. Is het voor jou, kijk, je speelt omdat immers er niet bij is, hè? Maar heb je wel het gevoel, want dat zie ik wel namelijk, dat je als je meedoet ben je gewoon goed. En dat je toch wel heel dicht tegen die basis aan begint te kruipen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik doe mijn best op de trainingen. Probeer ik het ook te laten zien. En als ik dan een kans krijg, dan moet ik het laten zien. Dan moet ik niet te veel gaan praten, maar mijn voeten laten spreken. Dat is wel een cliché, maar het is wel zo. En ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Deze heb je binnen in ieder geval, hè? Precies, heerlijk. 3 vingers in de neus in die slotfase. Tuurlijk, heerlijk. Dank je.